Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is woensdag 15 februari 2023 vanuit de studio in Amsterdam. Goedemorgen, want het is mistig buiten. Je ziet niet gek veel, het kan flarderig zijn. Kijk een beetje op en uit. En naast me zit Iwan van Rips. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten. Goedemorgen Iwan, over het nieuws van dit moment. Dan hebben we het onder meer over de uitstoot van stikstof via dierenmest. Dat is afgenomen. En of dat goed nieuws is, dat horen we straks. Je krijgt zelfs gewoonlijk inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. En over vliegen gesproken. Drie van de vier onbekende vliegende objecten die afgelopen weekend door de Amerikanen uit de lucht zijn geschoten, die waren waarschijnlijk of van particulieren of van bedrijven. Maar vooral, ze waren niet kwaadaardig, zegt het Witte Huis. Nou, alle reden om even te gaan praten met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, dat is opmerkelijk. Vorige week hoorden we allerlei speculaties. Het zouden Chinezen zijn met spionageballonnen. En het zouden ook zelfs wel eens UFO's kunnen zijn van buiten de aarde. Maar wat blijkt nu? Drie van de vier, niks aan het handje. Ze hadden ze dus niet hoeven neerschieten. Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Het Witte Huis zegt dus dat de kans heel groot is. Ze houden wel een slag om de arm. Dat deze objecten van bedrijven of misschien wel van onderzoeksinstituten zijn geweest. Het komt eigenlijk heel vaak voor dat dit soort dingen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, zeggen ze nu. En ja, dus niet kwaadaardig. Dat zijn hun woorden. Kwaadaardig. Het kan wel gevaarlijk zijn. Een van die objecten die zou ook op een hoogte hebben gevlogen, dat ook vliegtuigen er last van zouden kunnen hebben gehad. Maar dus niet met kwade bedoelingen. Dus niet door een land om te spioneren zoals China en zoals Amerika nog steeds China beschuldigt met die spionageballon, hè, waar het allemaal mee begon. Ja. Maar dat object boven Alaska, Canada en ook die boven Michigan, dat zijn in ieder geval voorbeelden van objecten, ja, waarvan ze nu zeggen eigenlijk waren die niet gevaarlijk. Nee, maar dit zijn er maar drie. Er waren er vier uit de lucht gehaald. En die eerste, dat is dat ding wat ze uit zee hebben gehaald in de buurt van North Carolina, geloof ik. Daar hebben ze nog niks over gezegd. Nee, dat blijft ook wel een beetje mysterieus hoor. Want daar weten we natuurlijk van dat ze al heel lang bezig zijn om die brokstukken op te vangen. En dat ze ook, we hebben al foto's gezien, dat ze daar al dingen van op hebben gevist. Maar we weten dus nog steeds niet precies wat daar nou gevonden is. En bij die andere drie gevallen is dat eigenlijk ook heel ingewikkeld. Daar zegt het Witte Huis nu waarschijnlijk gaan we die ook helemaal niet vinden. Want dat is heel ingewikkeld. In Alaska ligt er eentje. Daar is het heel erg koud natuurlijk op dit moment. Er ligt er eentje op de bodem van een heel groot meer. Dus het is gewoon heel erg lastig om die te vinden. En blijkbaar kost het toch ook wat tijd om die brokstukken die je dan vindt, zoals van die spionageballon, minder diep gedeelte van de oceaan is gevallen. Om die dan te bestuderen en daar dan conclusies uit te kunnen trekken. Want op dit moment weten we eigenlijk nog steeds heel weinig. Ja, en ze zeggen ook niet zo gek veel. Maar senatoren zijn gebriefd, begrijp ik daarover. Maar hoe reageren die? Wat komen er voor reacties uit Washington? Ja, er was natuurlijk sowieso al kritiek op Biden, op het Witte Huis, omdat er zo weinig informatie kwam. Nu worden af en toe dan met name de senatoren worden dan bijgepraat. En die kunnen dan wel een beetje omvloers zeggen wat ze gehoord hebben, maar eigenlijk ook weer niet helemaal. Maar een van die senatoren zei volgens mij is deze informatie zo niet geheim dat we wel 99% eigenlijk gewoon kunnen delen met het publiek. Ja. Dus Witte Huis, doe dat ook snel. Vertel nou gewoon wat er gebeurd is, wat er aan de hand is. Vertel het hele verhaal, transparantie. En ja, het Witte Huis heeft ook al wat voorzichtig gereageerd. Die hebben ook wel aangegeven van ja, we gaan hier wel mee aan de slag. Er moeten eigenlijk protocollen hiervoor komen. Want ja, zoals het dus een beetje de hysterie eigenlijk van de afgelopen weken. Ja, dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Want het gaat uiteindelijk dus helemaal nergens over. Exact. En hadden de Chinezen dus gelijk. Die zeiden, je bent gewoon trigger happy. Je schiet op ballonnen die weer beeld in kaart brengen. Punt.
Nou, dat is wel een pijnlijk beeld natuurlijk. Nou. Want die eerste ballon, dat weten we niet zeker. Hè? Nee, daarvan blijven de Amerikanen in ieder geval zeggen, dat is een spionageballon. Maar in eerste instantie was politiek Washington boos dat die ballon pas zo laat werd neergeschoten. En nu is Washington eigenlijk boos dat die andere objecten zo snel uit de lucht zijn geschoten, terwijl dat misschien niet nodig was. Dus ja. Mm-hmm. Nou, dit is geen feest voor feest met ballonnen, kunnen we zeggen. Nee, die zijn allemaal doorgeprikt. Dankjewel. En we blijven even in Amerika, in zonnig Florida. Want de Braziliaanse 26 graden vandaag in Florida, dat dan weer wel. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro zegt dat hij volgende maand, in maart, terug gaat keren naar zijn thuisland, naar Brazilië. En hij is daarvan plan om er de oppositie te gaan leiden, schrijft de Wall Street Journal. Ze hebben hem gesproken. Hij zegt in de krant, de rechtse beweging is niet dood en zal voortleven. Hij lijkt in het interview ook zijn kritiek op de verkiezingsuitslag een beetje te hebben gematigd. Hij zegt, verliezen is onderdeel van een kiesproces, ziet hij blijkbaar in. En hij zegt niet dat er fraude was, maar het proces was wel bevooroordeeld. Dus helemaal... Schoon is niet. Nee, dat precies. Bolsonaro week in december uit naar Florida, vlak nadat hij werd opgevolgd door Lula da Silva. Nou, we weten hoe het vervolgens ging. 8 januari, aanhangers van Bolsonaro die overheidsgebouwen in Brazilië aanvielen uit onvrede over die verkiezingsuitslag. Bolsonaro zegt, heb ik allemaal niks mee te maken. En ik ga me in Brazilië tegen die beschuldigingen verdedigen. Nou, dat is wel op zich wel mooi dat je daar een proces over kan gaan voeren, wat er nou van waar is. En Lula, die won dus die presidentsverkiezingen, nog maar even voor de duidelijkheid, mochten mensen erover twijfelen, met 50,9% van de stemmen. Ja, zometeen, het kost €1250. Je kunt het dragen, maar het lost ook vanzelf weer op. Ja, een kledingstuk dat oplost, dat lossen we zo op, over 10 minuten. Ochtendnieuws. Eerst, het wordt een hele drukke dag voor beleggers vandaag, want voorbeurs komen heel wat kwartaalcijfers. Van wie en wat, dat ga je horen van BNR-beurspresentator Jelle Maasbach. Het wordt weer een hele drukke kwartaalcijferdag, met maar liefst 5 Nederlandse beursbedrijven die de boeken openen. Vopak, Heineken, Ahold Delhaize, CM.com en Alphen. Heel veel bedrijven dus, en we pikken er een aantal voor je uit. Van Vopak verwachten analisten veel, en dat komt voornamelijk door Vopak zelf. Het tankopslagbedrijf verhoogde tijdens het vorige kwartaalseizoen namelijk de outlook. Het ging uit van meer winst dan waar het eerder nog van uitging. Bij Heineken is het vooral letten op de groei van, eigenlijk alle markten. Het vorige kwartaal viel de verkoop van bier tegen. Over de hele wereld was de groei minder dan waarop analisten hadden gerekend. En de topman van de bierbrouwer was toen ook nog eens voorzichtig in zijn outlook. Tot slot Ahold Delhaize. Daar zal de omzet zijn gestegen, zo is de algemene verwachting. Wel zullen de marges op kwartaalbasis zijn gedaald. Grote vraag is wat dat alles met de winst van de onderneming doet. Nou, hoor je uiteraard meer over vandaag. BNR Beurs trouwens hoor je elke werkdag met Jelle Maasbach en Wesley Weerts na de Daily Move. Als podcast in je favoriete podcast hebt, maar vanaf 6:30 dus inderdaad live. En daarna als podcast te beluisteren. BNR Beurs zegt dat voort. De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 465 miljoen kilo in 2022. Nou, dat is allemaal niet zo belangrijk, kan u vergeten. Maar wat wel belangrijk is, het is minder dan het jaar daarvoor. En het is, dat is met name het belangrijke, 5% onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. En dat betekent dus, zou je zeggen, goed nieuws, zegt het CBS op basis van voorlopige cijfers. We gaan erover praten met emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse Leen Hoordijk. Meneer Hoordijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou gaat dit over stikstofuitscheiding en niet over stikstofuitstoot. Hè? Wat is nou precies het verschil daarbij? Nou, als een beest iets uitscheidt, dan is niet alles wat er uitgescheiden wordt, komt dan uiteindelijk in de lucht terecht. Dus CBS maakt onderscheid tussen wat het beest verlaat en wat uiteindelijk meetelt voor de berekening van de luchtkwaliteit en het transport van ammoniak door de lucht ergens naar Natura 2000 gebied, bijvoorbeeld. En daar zegt dit dus niks over. Dit zegt puur en alleen wat voor uitwerpselen komen eruit en wat is daar van de stikstofdepositie? Nee, de stikstofuitstootdepositie is dat de grond komt uiteindelijk. Ja, oké. De weg. Mm-hmm. En, dus ja, het zegt wel iets natuurlijk, want van het een kan je het andere berekenen. Exact, ja. Maar het CBS publiceert op dit moment, publiceert gisteren denk ik, of vanochtend, de uitscheiding. Ja, eventjes naar die daling als we die dan zien, hè, ten opzichte van het Europees vastgestelde maximum. Daar zitten we nu 5% onder. Is dat nou goed nieuws? Of zegt u, ja, dat moet je nog maar even een korrel zout nemen? Ja. Het kan ook een toevalstreffer zijn. Oké. Je hoopt natuurlijk wel, hè, dat het een begin is van een trend omlaag, maar
Wat die beesten eten, dat bepaalt wat er aan de achterkant van het beest uitkomt. Ja. En het is ook dit zijn dan cijfers die gebaseerd zijn op 2021, het voer wat toen gegeten. En daar zat minder stikstof en ook fosfaat in het voer. En dus wordt er ook wat minder uitgescheiden. Dus het gaat niet om grote bedragen. En het is ook niet echt het begin van een trend. Althans, dat kan je niet zo concluderen. Nee. Als je naar de cijfers kijkt van het jaar daarvoor, dan ging het jaar daarvoor ook al iets omlaag. Maar het is niet, niet om over een huis te schrijven grote bedragen. Nee. Maar het helpt wel wat. En dat weten we ook. Hè. Voer, als je dat aanpast, daar kun je wel wat mee manipuleren als het gaat om die stikstofuitscheiding. Ja, zeker. Nou is er veel discussie over het meten van stikstof. Maar dan gaat het met name over die depositie, die gewone stikstofuitstoot. Ja. Kun je dan hier ook, inderdaad, u zei dat al even een beetje. Ja, van het een komt wel het ander. Maar kan je daar nog iets aan extrapoleren en zeggen, nou, als je dit nu meet, zou dat ook kunnen betekenen dat je aan de andere kant minder stikstof uitstoot? Nou, dit is wat uit de stallen komt. Hè? En, ja. Ook alleen maar uit de stallen, niet uit vanuit het land. En dat betekent dat is niet gemeten voor het grootste deel. Mm-hmm. Het is wel gebaseerd op metingen. Maar emissieregistratie, daar zit CBS in en TNO en RIVM en Wageningen. Die berekenen het op basis van wat ze weten over hoeveel koeien er in de stal staan, wat die beesten eten, wat voor vloer erin zit, of er een luchtwasser in werking zit. Ja. Dus alles bij elkaar genomen zijn het niet echt de metingen die dit bepalen. Ja. Meten doen we in het veld met een paar honderd, 300 meetpunten in Nederland, die dan de concentratie eerst en later de depositie, hè, wat valt er op de grond, ja, berekenen met. Dus aan de hand van de input is de stikstofuitstoot. Ja, exact. Het eerste wat u net zegt is eigenlijk niet een feitelijke meting, maar een inschatting. Nee. En de tweede is echt een feitelijke meting. Daar meet je wat er komt. Ja. Ja, nou weten we wel dat de landbouw een belangrijke vervuiler is, hè, in ons land. Daar wil het kabinet de stikstofuitstoot van die piekbelasters fors gaan verlagen. 3000 om precies te zijn. Daar werd afgelopen vrijdag de knoop doorgehakt. Aanpak van grote stikstofvervuilers in de agrarische sector moet in april gaan beginnen. Als u nou dit hoort, heeft u dan een beetje vertrouwen in die aanpak, zoals het kabinet dat nu wil? Dat de aanpak staat of valt met het meewerken van de sectoren. Ja. Dus het gaat niet alleen om reductie van ammoniak uit de landbouwsector, vooral namelijk de veeteelt, maar het gaat ook om reductie van een andere component van stikstof, stikstofoxide, uit verkeer en industrie. Hm. Ja, in die brief aan de Kamer staan ook percentages voor die sectoren. Ja. Dus, kijk, aan de NOx-kant denk ik dat het redelijk makkelijk te bereiken valt. Want daar dalen de getallen regelmatig elk jaar. Daar zie je een trend. Ja. Bij ammoniak, dus van de veestapel. Ja. Dat is wel gedaald de afgelopen jaren. Maar het blijft toch wel zo ongeveer constant. En nog veel verder omlaag. En of dat lukt, ja, dat hangt volgens mij ook vooral af van het landbouwakkoord. Ja. Waar nog steeds over getafeld wordt. Tja, waarvan we nu niet weten wat erin staat. Nee, dat is duidelijk. Daar weten we nog weinig van. Af en toe komt er iets naar buiten dat er een mopper is van LTO. Maar ik heb nog geen inhoud gezien. Nee, een perspectief. Dat is het enige wat we weten. Maar hoe dat eruit ziet, dat weten we ook niet. Ja, nee, precies. Dank u wel. Leen Hoordijk is emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse. Dan gaan we naar Rotterdam, over uitstoot gesproken. Ander soort uitstoot. Automobilisten staan in die stad het langste vast in de file. Mensen verloren daar vorig jaar zo'n 42 uur in allerlei verkeersopstoppingen. Ja, dat is een hele werkweek dus, meldt TomTom. En vergeleken met het jaar ervoor is de vertraging ook nog eens fors toegenomen met 25%. Verder in de top als het gaat om vertraging. Den Haag en Nijmegen ook meer dan 40 uur in de file. En ook Haarlem, Eindhoven, Arnhem en Amsterdam. Daar sta je meer dan 30 uur vast in de stad. Als we dan even iets breder kijken. Het kan erger, wat ik zeg. Ja, het kan erger. Ja, in Dublin, ja. Dat is de stad met de grootste vertraging wereldwijd. Daar hadden mensen vorig jaar 145 uur extra nodig om op hun bestemming te komen, als ze er überhaupt toe kwamen. En als je kijkt naar snelheden, dan wordt in het centrum van Londen tijdens de spits
een laagste gemiddelde snelheid gehaald van slechts 14 kilometer per uur. Kan je beter op de fiets gaan. En Nederland, daarvoor geldt dat Haarlem de langzaamste stad is met 43 kilometer per uur. En Londen staat er nog een dubieus lijstje bovenaan. Als je kijkt naar CO2-uitstoot, een benzineauto stoot daar jaarlijks zo'n 1130 kilo CO2 uit. Ja. En ook TomTom ziet de coronarust van een jaar geleden. Dat is allemaal weer verleden tijd. Thuiswerken hebben we afgeschaft. Flexibele werktijden hebben we teruggedraaid. En dus zien we dat we weer lekker in de auto gaan staan. Massaal in de file gaan staan. En daardoor nemen de reistijden ook in ons land in de 12 van de 17 onderzochte steden toe. Maar in Dublin 145 uur, dus omgerekend is 3,5 week. Ja, dat is een... Ja, dat is beter 3,5 week met vakantie. Lekker lange vakantie. Ja, dat vind ik ook. Als je en de rest van het jaar thuiswerken. Ja, precies. Sta je nou weer in de file. En je blijft even productief. Het CAO-conflict tussen bonden en koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen loopt steeds verder op, meldt het AD. De bonden, FNV, CNV en Nu 91 en de werknemersorganisatie, andere kant, FBZ, stellen in een brief een nieuw ultimatum. Voor volgende week dinsdag, 12 uur, moeten de ziekenhuizen tegemoetkomen aan de eisen voor die nieuwe CAO van ziekenhuispersoneel. Zo niet, volgen er harde acties. De bonden willen een loonsverhoging van 10% en betere arbeidsvoorwaarden. Zo moet personeel bijvoorbeeld meer vergoeding krijgen voor woon-werkverkeer. Nu gaat het om, ja, schrik niet, 8 cent de kilometer. En ook bestaat er onder ziekenhuispersoneel veel zorgen over de personeelstekorten. En met deze eisen hopen ze dat werk in de zorg ook voor andere mensen aantrekkelijk wordt. Volgens de bonden is de actiebereidheid onder ziekenhuispersoneel groot, blijkt uit een enquête. Onder het personeel van het Amphia ziekenhuis in Brabant, 90% wil wel in actie komen. Maar aan de andere kant, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen blijft bij zijn bod. De koporganisatie biedt een loonsverhoging van 5% nu en 5% aan het eind van het jaar. En dat bod, ja, dat is genoeg. Zegt Ad Melkert, en die is voorzitter van de FVZ, die noemt het op hun site onbestaanbaar en verbijsterend dat er gedreigd wordt met acties. Want, zegt hij, dat is buitenproportioneel en totaal onnodig. We gaan de Haagse agenda met je doornemen. Althans wij. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert over de herinvoering van de basisbeurs. Die is toegezegd door het kabinet. Gaat dit het leven van studenten in Nederland voorgoed veranderen? En staatssecretaris Van Huffelen debatteert over algoritmes en data-ethiek bij de Rijksoverheid. Gevoelig puntje, zeker sinds het toeslagenschandaal en de val van het kabinet Rutte 3. Verder gaat het in Den Haag over pensioenen, over armoede en schulden en over de internationale klimaatstrategie. Onder andere Boskalis komt naar de Tweede Kamer voor een ronde tafel. Dat en meer vandaag in Den Haag. Al dus Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Nog eventjes naar dit. Een olijfboomgaard, ik zag beelden, is vorige week tijdens de verwoeste aardbeving in Turkije letterlijk in twee gesplitst. En daardoor is er in dat dorp, althans vlakbij dat dorp, niet zo gek ver van de Syrische grens, een vallei ontstaan van schrik niet 300 meter lang en 40 meter diep. Gewoon een canyon. Dat wat eerst dus een olijfboomgaard was, is met kracht uit elkaar gereten. En een inwoner van een nabijgelegen dorp vertelde dat hij dacht dat er oorlog was ontstaan in de buurt door de keiharde explosies die hij hoorde, inderdaad rond 2:15 s'nachts, ten tijde van die aardbeving. Het bleek dus bij nader inzien gewoon dat hij hoorde hoe de aarde daar over 300 meter spleet. Nou, hij is dankbaar dat de canyon niet in zijn dorp met 1000 woningen is ontstaan. Kan me wat bij voorstellen, want dan was het dorp weg. Ja. Ongelooflijk. Het is met een kracht gegaan. Als je de foto's ziet, dan denk je van jeetje, dus blij dat je daar niet bij bent. We gaan eens even kijken naar wat er in de kranten staat. In het Financiële Dagblad. Staat red bouw van grote fabriek Sif met lening. Ministerie vreest dat zonder die nieuwe fabriek de bouw van windmolenparken zou vertragen. Het grootste opleidingsinstituut van Nederland is het bedrijfsleven, zegt minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om mensen die zich willen omscholen financieel bij te staan. In de Financiële Telegraaf. Batterijbehoefte groeit, stroomopslag levensbepalend voor bedrijven. En daarom is batterijopslag een groeimarkt waarop tientallen Nederlandse aanbieders aan het inhaken zijn. En dan broodjesketen Subway onderzoekt een totale verkoop van broodjes en winkels. En volgens Bloomberg kan de verkoop ruim 10 miljard dollar opbrengen. En ik denk dat er wel wat gegadigden zijn die in de fastfood zitten al. NRC schrijft, COVID was in de eerste golf 24 keer zo dodelijk als griep. In de tweede en derde golf nam dat percentage af, met name toen in 2021 vaccins beschikbaar kwamen.
De CO2-uitstoot van vrachtauto's en bussen moet van Brussel flink omlaag, maar niet naar nul. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot met 90% te verlagen is een tegenvaller van milieuorganisaties, want er mag dan nog 10% gewoon fossiel blijven rijden. Maar toch, er zijn wel een paar bedrijven in Nederland die denk ik heel blij worden van het feit dat ze meer elektrische bussen kunnen gaan verkopen of vrachtauto's. In de Volkskrant dan. Kabinet zegt meer geduld en begrip bij fouten in aanvraag van een uitkering. Er komt een einde aan het harde strafbeleid in de sociale zekerheid. In plaats van standaardboetes voor iedereen die een fout maakt bij het aanvragen van een uitkering, komt er nu een gereedschapskist met maatregelen, variërend van geen straf tot alsnog vervolging bij de rechter. De TU Delft zwijgt over namen Shell-hoogleraar vanwege de AVG. Shell betaalt 3 leerstoelen van deeltijdhoogleraar op de TU Delft, maar wil niet zeggen om wie het precies gaat. En om belangenverstrengeling tegen te gaan wil minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf juist meer transparantie. In het AD. Hoogwater sjouw de meubels vast zelf omhoog. Hoe kan je de overstroming bij een schade, bij een overstroming beperken? Ja. Daar hoef je niet allerlei moeilijke voorbereidingen voor te treffen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Ja. Er zijn simpele dingen die je zelf kan doen vanmiddag. Gewoon alvast die meubels een verdieping hoger zetten. Ja. Ja, en dan zijn er in de Telegraaf nog zorgen over de ZZP-explosie. Daar komen wij niet uit. Jeroen Thiel, de nieuwe CEO van Randstad Nederland, zegt dat de politiek moet voorkomen dat het aantal zelfstandigen in ons land nog verder toeneemt. Want 1 op de 5 mensen is nu ZZP'er, blijkt uit de nieuwste cijfers. En als daar niets aan wordt gedaan, vreest hij dat dat binnenkort 1 op de 3 is. En ik begrijp ook waarom je dat vreest, want deze mensen zijn geen uitzendkracht meer, maar employeren zichzelf. Ze zijn dus geen klant. Ja, dat kan Randstad weer geld kosten. En dan een jas die goed is voor het milieu. Dat wil misschien iedereen wel. Een kunstenaar in ieder geval, Matthijs Bosman, die wilde dat wel en heeft daarom een circulaire jas gemaakt, schrijft Trouw. Het ding heet DJDO. De jas die oplost. En is circulair en regionaal geproduceerd. Het is bedoeld om lang mee te gaan. Dat wel. Dus hij kan oplossen, maar je kan er ook lang mee gaan. Maar als je hem niet meer nodig hebt, dan smijt je hem gewoon in de bosjes. Want hij is dus volledig afbreekbaar. Gemaakt van biologisch verbouwd vlas. Ja, dat klinkt heel goed. Maar wanneer begint hij dan op te lossen? Op het moment dat je hem draagt, gaat in de regen bijvoorbeeld? Ik hoop het niet. Dus daar opeens in je blootje sta je ergens. Is niet handig. Op de fiets zit je inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja. Het is dus een jas die, ik zei het al, circulair is. Regionaal geproduceerd. Bedoeld om mee te gaan, maar dus ook helemaal afbreekbaar. Bosman die gebruikt biologisch verbouwd vlas uit Gelderland, dat in Enschede is geweven. En daar tussendoor moest het alleen nog eventjes naar een spinnerij in Polen, want in Nederland is het spinnen van vlas tot linnen niet mogelijk, maar in Polen blijkbaar wel. Nou, die meneer Bosman die was niet gehinderd door enige kennis van mode, dus ja, hij ging gewoon maar wat klooien. En vorige week was de presentatie van de jas in de gasfabriek in Deventer. En dus was er een model in jas die nog niet vergaan was. En de ontwerper voorzag het geheel van het commentaar. En hij zegt, het is geen jas, het is een attitude. Je trekt de jas niet aan, je trekt het je aan. Nou ja, dat soort allerlei hele bewogen teksten. Dus binnenkort te koop de jas. Ik weet niet wat die gaat kosten. Ik denk wel ook, trouwens, kun je het wel. €1250. Dat is een duur jasje. Dat is een heel duur jasje. Ja, Bosman zegt zelf ook dat hij voor geen jassen van die prijs koopt zelf. Maar daar gaat het ook niet om. We laten zien hoe het anders kan. Dus we blijven de jas wel. Je kan hem kopen, weet maar niet wat te doen. Weet hoe die eruit ziet? Ik weet het niet, maar ik denk heel groen. Ja, of bruin. Of bruin, ja. Vlas. En binnenkort dus niks. Nee, precies. Ja. Dan heb je dan wat jas van niks en dan ben je 1250 euro armer. Dank u. Heel fijn. De column van Bernard Hammelburg. Dat de militaire steun aan de Oekraïne zou leiden tot het kannibaliseren van de westerse defensie was voorspeld. Het leveren van geavanceerde wapens kan niet anders gaan dan ten koste van de eigen slagkracht. Amerika zit wat ruimer in zijn militaire jasje, dus wordt niet kwetsbaarder door de levering van HIMAR-artillerie. Nederland wordt dat wel door het uitlenen van bijvoorbeeld Patriot-afweergeschut. Wat doen we als er een tweede oorlog uitbreekt? Dat klinkt misschien ver gezocht, maar op die eerste oorlog vlak om de hoek hadden we ook niet gerekend. De Amerikanen hebben de zogenoemde twee theaterdoctrine. Dus de krijgsmacht moet paraat en geoutilleerd zijn voor het voeren van twee oorlogen tegelijk. Toch zitten ook daarin scheurtjes, want daarvoor is eigenlijk volledige paraatheid van de luchtmacht nodig. Die was in 1961 door John Kennedy ingesteld. Het betekende dat de vloot van met kernwapens uitgeruste B-52 bommenwerpers op elk moment kon uitrukken, compleet met begeleidende straaljagers en tankvliegtuigen. Het was een magistrale operatie die in 1991 door George Bush senior werd beëindigd. Je zou kunnen zeggen de Amerikaanse variant van ons vredesdividend. Wie had na de Koude Oorlog nog zo'n groot militair
militair apparaat nodig. De klok terugdraaien is zelfs voor de Amerikanen een brug te ver. Het is geen schakelaar die je weer aan kunt zetten. Het afschaffen van de volledige paraatheid was achteraf gezien een precedent. Het gaat op dit moment niet zozeer over de inzet van bommenwerpers, maar over de beschikbaarheid van wapens en al zeker munitie, want daarin is nu in de westerse wereld zo'n groot gebrek dat we, zoals NAVO-chef Jens Stoltenberg terecht opmerkte, sneller door de voorraden heen gaan dan de wapenindustrie kan leveren. De oplossing is een enorme inspanning van het tot voor kort door velen gewantrouwde militair-industriële complex. Maar is het voldoende voor de defensie in een tweede oorlog, bijvoorbeeld met China, of met Iran, of met Libië, of met Rusland, dat Europa rechtstreeks onder vuur kan nemen? Dan heeft Europa voldoende munitie voor één dag. Klinkt misschien vergezocht, maar dat was de oorlog in Oekraïne ook, totdat het niet meer vergezocht was. Artikel 97 van de Grondwet definieert de functie van de Nederlandse krijgsmacht. Die hebben we om het Koninkrijk te verdedigen en voor handhaving van de internationale rechtsorde. Als je Patriots uitleent aan Oekraïne, voldoen je aan die tweede doelstelling, maar die gaat ten koste van de eerste. Er dreigt weer een pief-paf-poef-rel, maar nu voor het EGI. De wolf doet iets geks met ons, verdeelt ons in voor- en tegenstanders, zoals weinig andere dieren doen. In De Kwestie Wolf onderzoek ik, Mark Beekhuis, 5 verschillende manieren om naar de wolf te kijken. Zoek hem op in je podcast-app. De Kwestie Wolf wordt mede mogelijk gemaakt door interprovinciaal overleg. Van, voor en door provincies.